We gaan op deze vijand ook schieten. Hoppakee. Stuiter. Het is een kritiek schot. Gaat die... Oh, oh nee. Oh nee. Hij had honing. Maar... Ah! Nee. Nee. Dit is... Wow, nee. Waarom? Super tof dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rick Hachu en vandaag gaan we verder met Mario plus Rabbids. En voor deze aflevering mogen we als eerst naar een nieuwe wereld. Het is de Sorbet woestijn. Het ziet er een beetje oranje bruinachtig uit. En hier staan twee Rabbids te spelen. Ze zijn aan het hoog houden. En tot nu toe staat het record op 7. Ja, dat lijkt me ook lastig met zo'n bad eentje, jongens. Ik kan gewoon beter een bal pakken. Dat is veel makkelijker. En dan gaan we deze kant op door deze buis heen. En dan zien we dat we een nieuwe ability hebben gekregen. We kunnen namelijk dit soort blokken nu gaan duwen. Dus we kunnen deze die kant duwen. En die kant, dit ding kunnen we niet duwen. Ik weet nog niet zo goed wat het is, maar dat kunnen we nog niet duwen. En dan kunnen we deze hier naartoe duwen en dan kunnen we naar de overkant. Maar we nemen ook gelijk dit blok mee, want waarschijnlijk hebben we die sowieso wel nodig om te komen waar we naartoe willen komen natuurlijk. Zo, we kunnen gezellig dit blok duwen. Diep-O heeft nieuwe krachten gekregen. Oh yeah! En als we dit blok zo deze kant op duwen... Oh, oké. Okay. Ah, juist ja. Hier is een rood dingetje. Dan kunnen we dit blok weer duwen. En al die rode muntjes pakken. Deze moet in ieder geval daar naartoe. En deze moet daar. En oh, daar kunnen we nog niks mee. Want we kunnen daar niet langs. Daar zit een of andere... Ja, ik weet niet zo goed wat het is. Het is iets, het heeft met ijs te maken. We hebben 5 van die rode muntjes nu. Waar liggen dan de rest van die rode muntjes? Oké, we gaan dit gewoon nog een keer proberen. Want ik heb een beetje het vermoeden dat er ook rode muntjes boven liggen. Dat we terug moeten door die buis. Dit is muntje nummer 3. Hier is muntje nummer 4. Hier is muntje nummer 5. Hebben we dan alle muntjes hier? Ja, zo te zien wel. Gaan we naar boven. Muntje nummer 6. Nummer 7. En nummer 8. Yeah, oké. Okay. En dan kunnen we dus weer een nieuw wapen gaan kopen, denk ik. Oké, okay, hier zit weer een wapen, jongens. Wat voor wapen zal het zijn? Ja. Het is een... strijdzwijn. Een strijdzwijn voor Luigi. Oké. Okay. Als we straks in de wereld zitten, gaan we eens kijken of we nieuwe wapens kunnen kopen. Kijk, hier kan ik nog niks mee doen. Dus ja, ik weet niet zo goed wat ik daarmee aan moet. Ik kan er nu nog niet zoveel mee. Hier kan ik ook nog niks mee. Ik weet niet wat ik daarmee moet doen. Het zal allemaal later wel komen. Dus we gaan gewoon naar de nieuwe wereld toe. Woohoo! En dit is hem dan, de nieuwe wereld. En ik zie ook wel dat er veel ijs is. Een sorbet woestijn inderdaad. Dus een woestijn is heel... warm, maar sorbet is ijs en heel koud, dus het zal daar wel mee te maken hebben. Lekker dan! Deze ooit bloeiende woestijn is nu een half bevroren woestenij. Jullie lijken net zo welkom in deze wereld als een stinkdier op een bowlingbaan. Ja, dat lijkt me niet zo leuk om te gaan bowlen terwijl er een stinkdier aanwezig is. Hallo, zegt Toadette. Hebben jullie Toad gezien? We zijn ook alweer kwijtgeraakt. Toad zijn motto is, gooi de kaart weg en laat je hart je leiden. Kunnen jullie hem alsjeblieft voor me vinden? Ik begin me zorgen te maken. Ik blijf hier voor het geval dat hij... terugkomt. Nou, ik denk niet dat hij uit zichzelf terugkomt. Ik denk echt dat wij dat zullen moeten gaan doen. Dus we gaan op zoek naar Toad. En wat is dit? Wat gebeurt hier? Oh, hun maken muziek. Zij maken muziek. Oké. Okay. Cool. Hier is een kistje. We kunnen weer wat uithalen. Het zal wel een... Oh, 5 krachtbollen. Serieus? Kunnen we krachtbollen nu gewoon uit de kistjes halen? Dat is wel nice. Oh ja, we zouden nieuwe wapens gaan kopen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik honingschade wel heel erg fijn vond, jongens. Honingschade, dat vind ik wel fijn. Dus kijk, bij dit wapen hebben we nog meer honingschade en ook meer kans op honing. Dus ik ga deze kopen voor Mario. We hebben Rabbit Peach natuurlijk ook in ons team en die gaan we ook voorzien van een nieuw wapen. Want de trefferschade van dit wapen is niet zo hoog. Die gaat echt flink omhoog met een van deze twee wapens. Laten we deze verwoesting in uitvoering wapen. Ik vind dat wel een hele rare naam. Maar goed, we hebben hem gekocht. En ook voor Luigi zullen we een nieuw wapen kopen. Namelijk dit brandweertuig. Nou, helemaal goed. We gaan het uitrusten. Kunnen we dan ook nog nieuwe vaardigheden kopen? Ik denk dat het handig is om deze te kopen. Dan krijgen we gewoon meer schade. En ook mijn buddies die bij mij in de buurt staan, die doen dan ook meer schade. Oh, Rabbit Peach kan op meer dan één vijand een tackle uitvoeren tijdens het bewegen. Die wil ik sowieso hebben. Dat lijkt me wel een hele goeie. Oh, en we kunnen gelijk nog meer uitgeven om nog meer damage te doen met tackles. Dus dat doen we ook. En voor Luigi gaan we kiezen voor kriebelvoeten. Daarmee zorgen we ervoor dat iedereen iets meer vakjes kan bewegen. Dus dat is sowieso wel handig. En dan gaan we kijken naar onze eerste battle.
in deze nieuwe aflevering en in deze nieuwe wereld. We moeten iedereen verslaan en krijgen we dan ook te maken met nieuwe vijanden of zijn... Oh, die hebben een cactus op hun hoofd. Die zijn volgens mij wel nieuw. Laten we ze van de zijkant gaan aanvallen. Mario gaat in ieder geval zijn best doen. Die gaat op de dichtstbijzijnde rabbit schieten. Kijken of we hem kunnen raken. Helaas, we raken hem niet. Peach gaat er lekker achteraan. Die gaat springen en die gaat hier naartoe, naar dit blokje. Ga maar lekker gaan, Peach. Ga maar lekker gaan. Ga maar lekker gaan. Dat klinkt echt als een rap tekst of zo. Een tekst die niet zo klopt. Ga maar lekker gaan. Klopt voor gemeten, maar het klinkt wel lekker. Oh, hoppakee. Een kritiekschot. En dan is het gelijk gedaan met die rabbit. Super goed gedaan, rabbit Peach. Ik ben helemaal trots op je. Met Luigi kunnen we natuurlijk lekker ver. Want we kunnen 2 keer springen maar liefst met Luigi. Maar willen we dat wel? Nou, misschien kunnen we wel gewoon daar gaan staan. Ja, dat lijkt me op zich wel leuk. Alleen hadden we dat ook zonder dubbelsprong kunnen doen. We hadden dit ook gewoon met 1 sprong kunnen doen natuurlijk. We gaan schieten met het brandweervoertuig. Helaas missen we. We gaan wel straalstaar aanzetten. Die gaat meer damage doen dan in de vorige afleveringen. En ook heldenzicht van Mario gaan we aanzetten. Dan gaan we eens kijken hoe ver we komen. Ik ga de beurt geven aan de tegenstanders. Zijn we nu de beurt? En inderdaad, die gaat bewegen. En we doen 47 damage. En Mario knalt er gelijk overheen met 45 damage. En dan is die rabbit ook weer weg. Ik ben wel benieuwd naar deze vijanden met die cactus op hun hoofd. Kijken wat zij gaan doen. Wat gaan jullie doen? Hebben jullie gewoon guns? Ja, jullie hebben gewoon guns en jullie doen Mario pijn. Dat vind ik niet cool. Oké, je gaat gelijk een schild activeren. Jij gaat lekker via de andere kant. Oh, en dan ga je zeker op... Ah, waarom raak je mij gelijk? Rabbit Peach gaat in ieder geval lekker tackelen. En dan gaat ze weer terug naar haar plekje. Hoppakee, het schild is in ieder geval weg nu. En dan gaan we eens gewoon op deze vijand schieten. En ik... Ah... We hebben niet echt veel geluk, jongens. We hebben niet echt veel geluk. Kun jij die knakken raken, Luigi? Raak hem even. Goed zo. 69 damage. Hoppakee, zo willen we dat graag zien. Ah, nee. Ik drukte verkeerd met Mario. En die staat nu echt op een hele verkeerde plek. Ik wou hem niet daar neerzetten. Ah, die wordt nu natuurlijk keihard geraakt. Tja, we moeten maar gewoon doorgaan, denk ik. Ah, man. Oh, dit is echt heel erg zuur. Ik wou Mario niet daar neerzetten, maar ik drukte per ongeluk op die knop. En het vervelende is dat je dan dus ook niet meer terug kan. Kijk, je ziet het al. Mario heeft echt te veel damage gepakt. Deze tweede rabbit activeert nu zijn schild. Ik ga in ieder geval even healen met Rabbit Peach. Zodat Mario weer wat van zijn leven terugkrijgt. Ik zet Mario in ieder geval even hier neer. Zodat deze rabbit gewoon geklaard kan worden. Toedaladoki. Zo 85 damage maar liefst jongens. Echt superveel. Dan loop ik met Rabbit Peach hier naartoe. Zo. En ga ik proberen om deze rabbit te raken. Dat lukt helaas jammer genoeg niet. Ja, en dan heeft het met... Luigi ook niet zo gek veel zin meer eigenlijk. We kunnen hier naartoe lopen. En we kunnen hem dan gewoon raken. Ik hoop wel trouwens dat hij niet nou naar Luigi toe komt. Want dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Want daar aan de andere kant staat ook nog een buis. Ja. Oh nee, hij doet het niet. Gaat hij me dan missen dat ze... Waarom raken jullie alles, jongen? Wauw, jullie raken echt alles. En ik raak een beetje geïrriteerd daarvan. Dat jullie echt alles kunnen raken. Ik probeer te schieten met Luigi, maar dat lukt niet. En we kunnen natuurlijk ook niet gaan lopen. We gaan met Rabbit Peach hier naartoe. Ja, we konden niet lopen met Luigi, omdat hij honing aan zijn voeten heeft. En dan kan je dus niet bewegen. We gaan eens op deze vijand schieten. En die missen we. Nou, dan kan in ieder geval Mario hem wel raken. Ik ga gewoon vanaf hier schieten met Mario. Hoppakee, 63 damage. Ik ga Straalstaar sowieso activeren. En het schild van Rabbit Peach is ook omhoog. En Mario mag lekker hier blijven staan terwijl ik even deze muntje oppak. Zo, en wat ga je dan doen? Sowieso ga je... Ah, je doet je schild weer aan. No. Nou, we kunnen in ieder geval hem wel raken. Alleen zijn schild is dan gewoon weg. Ah, 45 damage. En Luigi is bijna down. Wauw, dit is echt een slecht gevecht, jongens. We hebben ook wel echt pech, moet ik zeggen. Het zit ons ook niet echt mee, als ik heel eerlijk ben. Want we worden echt door elke kogel die zij afvuren, worden we geraakt. En Luigi maakt nu even korte metten met deze rabbit, want... Hè? Eindelijk! Wauw, dit ging niet zo goed. We hebben wel een perfect. Maar we zijn echt al bijna kapot met iedereen. Dat is echt niet zo leuk. Dus ja, we gaan door met onze volgende battle. Maar... Ja, dit gaat gewoon niet zo goed. Hoeveel vijanden zijn het? 1, 2, 3, 4 en er staan er een paar boven. En het eerste wat ik doe is even healen met Rabbit Peach, want iedereen is hier bijna neer. Oké, Luigi gaat hier naar boven. Die gaat een tackle doen op deze vijand en dan gaat hij achter dit blok staan.
Want ik wil gewoon even niet dat Luigi down gaat natuurlijk. Het gaat niet zo heel erg goed met Luigi. Luigi heeft nog maar heel weinig HP. En die gaat ervoor zorgen dat deze vijand gewoon weg is. Hoppakee. Later. Zo doen we dat. Dan gaat Rabbit Peach met hem mee hier naar boven. En die gaat achter dit muurtje staan. Want Luigi en Rabbit Peach moeten even bij elkaar in de buurt blijven. Want ik wil namelijk gewoon straks nog een keer kunnen healen. En Rabbit Peach mist haar schot. Gaan tackelen met Mario. En Mario mag dan achter dit blok gaan staan. Hoppakee, tackle. Lekker hoor. Goed gedaan. En ik hoop dat ik hem raak, want dan zijn we ook gelijk van deze vijand af. Hoppakee, lekker. Die is ook weg. Nice. Ik ga heldenzicht activeren, want ik heb het vermoeden dat Mario wel iemand gaat spotten. En die van Luigi gaan we even nog niet activeren. En dan zijn de vijanden aan zet. Laat maar zien what you got. Lekker Mario, raak hem. Hoppakee, 50 damage. Die heeft nog 25 over. Ja, die gaan mij onmogelijk raken vanaf daar. Ja, dat kan helemaal niet, joh. Er staat een hele muur voor. Oh, oké. Zij activeren ook heldenzicht. Zij hebben ook een soort heldenzicht. Dat is wel even minder. Deze rabbit gaat proberen... Die raakt! Ze raken echt bijna alles. Je staat helemaal beneden. Ik sta nog achter een muurtje en nog raak je ons. Jij gaat zeker ons ook raken. Oké, jij gaat ons niet raken. Nou, dankjewel. Ik ga met Luigi achter dat muurtje staan. En inderdaad, we zijn buiten bereik van helderzicht. Dus dat is top. Dan gaat Luigi proberen op die rabbit daar te kijken. Oh, 127. Wow, dit was echt... Ja, een knaltreffer staat erbij. Die was echt super hard. Nou, alsjeblieft net zo'n hard schot met Peach. Ah, dit is jammer. Nou ja, maakt niet uit. Kan gebeuren. En ik ga niet bewegen met Mario. Mario blijft gewoon lekker hier staan. Want ik wil niet dat die helderzicht mij raakt. De tegenstander krijgt de beurt. En dan ben ik benieuwd wat ze gaan doen. Ga je ook gewoon vanaf daar schieten? Ja, oké. Maar je mist natuurlijk ook. En deze rabbit gaat proberen op Rabbit Peach. Wauw. Oké, jij gaat ook helderzicht activeren. Dan ga ik gewoon proberen jou te raken vanaf hier. Hoppa, 82 damage. Nice, die is weg. Supergoed. Mario, jij mag gewoon even op die rabbit gaan schieten. Oké, 30 damage. Lekker. En dan zijn we volgens mij klaar. Yes. Alright, super nice. Dit gevecht ging een stuk beter dan het vorige gevecht, jongens. We hebben 3 van de 5 beurt gedaan. We krijgen weer helft erbij wat we nodig hebben. En dan kunnen we weer door naar het volgende stuk. We hebben 2 levels gedaan. Allebei een perfect gescoord gelukkig. En we krijgen 15 heldenbollen en 900 muntjes ervoor terug. Ik ga nog even deze muntjes hier pakken. Die hier nog lagen van de knaltreffer van Luigi. Die was echt super hard. En dan moeten we hier naar boven. Wat gebeurt hier allemaal, jongens? Wat zag ik daar voorbij vliegen? Ik zag echt net iets voorbij vliegen. Wat was dat? Ja, dat was niet dit. Maar het gaat nog helemaal niet goed met het universum. Terwijl Rabbit Peach gewoon weer lekker selfies aan het maken is. Beepo zegt, het is groter geworden. Er moet een manier zijn om het te stoppen. En we krijgen een e-mail binnen van... TB. Je moet de rabbits verslaan om Spawny te vinden. Maar elke overwinning bevrijdt hen een beetje van de Megabug. Als je een vijand verslaat, krijgt Megabug iets van kracht terug. Die hij verloor bij het samensmelten van je vijand. Geestachtige verschijningen die opstijgen nadat je iemand genadeloos hebt verslagen zijn een aanwijzing. Oh, die pixels die je ziet, die blauwe pixeltjes, bedoelen ze daarmee. Beepo zegt, ja ik zie het, het verslaan van de rabbits bevrijdt ze van invloed van de Megabug, waardoor de Megabug sterker wordt. Oh, dat is slim. En Beepo zegt, dat is niet goed zeker, onze enige hoop is om Spawny te vinden. En Rabbit Peach begint te klappen voor Beepo, omdat Beepo het soort van snapt. We moeten Toad vinden en daarna Spawny, zegt Beepo inderdaad. Dat is wat we moeten gaan doen. Wat vliegt hier nou voorbij? Dat is een of andere grote bal. Daar kwam een bal aan en die bal is van Mario. Nee, het zijn allemaal gewoon ballen die hier zo rondvliegen. Alright, nou grappig. Grappig, leuk detail. We gaan hier naartoe. En ja, wat zullen we moeten gaan doen? In ieder geval deze muntjes even oppakken. Zo, want muntjes zijn altijd fijn. Dan is hier een soort van kleine puzzel. We kunnen deze knop indrukken. Kijk, dan moeten we dit doen. Moeten we weer die knop indrukken. En dan kunnen we zo. Hop. Kunnen we dit potje openen. En dan vinden we weer een schat. En dat zijn weer helderbollen. Super nice. We gaan deze kant op. We pakken 3 muntjes op. Hier ligt weer een schat. En wat zit daar dan weer in? Dit is een Sorbet Ziggy 3D model. Super awesome. We moeten deze blokken... Daarin duwen toch? Ja, zo. Yes. En deze ook. Hop. Yes. En dan hebben we een poortje geopend. En dan kunnen we weer verder. Voor de rest ligt hier volgens mij helemaal niks. Dus we kunnen gewoon hier naar boven. Deze kant op. Wat is hier? Hier is ook weer een puzzeltje. Maar we kunnen wel door deze rode cirkel lopen. En weer de muntjes proberen op te pakken. Dus 1, 2,
Nummertje 3 is hier. 4, 5, 6, 7. En ik zag dat nummer 8 helemaal in de andere hoek ligt daar zo, jongens. Ah, gaan we die halen? Gaan we die halen? Ja, we halen hem makkelijk. We halen hem makkelijk. En dan ontgrendelen we dus weer een nieuw wapen in dit ijsachtige woestijnlevel. En het nieuwe wapen, wat zal het zijn en voor wie zal het zijn? Het is een wapen voor Mario. Het is de Banzai Bill. Dat klinkt wel goed. Ik vind Bullet Bill heel erg tof. Dus ja, eigenlijk is het wel grappig om die te hebben. Misschien gaan we die ook nog wel een keer gebruiken. We gaan in ieder geval dit balletje moeten we... Wacht even, ik zie hier nog een gang. Ik was zo weer druk bezig met mijn balletje. Maar ik zie hier nog een gang. Hier kunnen we ook even naartoe. Even kijken wat hier is. In ieder geval één muntje. En dat zorgt gelijk voor meer muntjes. Yay! Dan kunnen we deze daar naartoe duwen. Oh, en dan openen we een poort met een disco bal. Kijk die disco bal erboven, jongens. We kunnen hier weer schat op pakken. En dat is weer een 3D model van een sorbet hopper. Alright, altijd goed om... Kijk deze... Ik wou zeggen altijd goed om schatten op te pakken. Maar ik zie ondertussen dat hier gewoon bevroren rabbits zitten. Bipo zegt een eigen boah. Een boah onder de zon. Oké. Heet dat een boah tegenwoordig? Ik geloof dat in rabbitaal alles een boah heet. Oh kijk hier, die inktvisjes die zijn ook bevroren. Echt iedereen is bevroren in deze wereld. Nou, wat we moeten gaan doen is in ieder geval deze bal. Je moet waarschijnlijk daar tegenaan gooien. Denk ik zomaar. En dat is niet zo'n hele moeilijke puzzel. Want als we hem nou die kant op duwen en daarna deze kant. Hoppakee. Yes. Gooi de bal naar beneden, Mario. Gooi hem naar beneden. Yes. Oké, we zijn weer blij met z'n allen. En we kunnen nu naar beneden. Deze kant op. En wat zal hier dan ons allemaal te wachten staan, jongens? In ieder geval ligt er weer een muntje. Maar we hebben Toad nog niet gevonden. Wow, we moeten waarschijnlijk deze kant nu op om Toad te vinden. Toadette staat nog steeds te wachten op ons. Dat we Toad weer terugbrengen naar Toadette. Terwijl we nu ook een Banzai Bill kunstwerk hebben gevonden. Dus dat is nice. Ligt hier nog wat? Ja, een blauwe teleporter. Die vuurt ons af naar een andere wereld. En hierin kunnen we dus weer een nieuw wapen gaan verdienen. Oké, we moeten dus eerst dit blokje duwen. Zo, hoppakee, dan gaat de brug open. Dan moeten we dit blokje duwen. Ja, doe maar. Hoppakee. Dan gaat het andere stuk open. En nou, dit was echt een hele makkelijke, jongens. Dit was een hele makkelijke. Een goedkoop wapen hebben we nu gevonden. Misschien wel een heel goed wapen, jongens. Dat weten we nooit van tevoren welk wapen we vinden. Het is de Bambessen Klapper voor Rabbit Luigi, die op dit moment jammer genoeg niet in mijn team zit. Als jullie Rabbit Luigi in mijn team willen, in plaats van iemand anders, laat het dan zeker even weten. Kijk, Mario moet altijd in je team. En zelf denk ik wel dat Rabbit Peach gewoon heel erg handig is om in je team te hebben. Terwijl we hier ergens naar kunnen kijken, naar een onderbroek. Oké, we kunnen kijken naar een onderbroek. Doen jullie dat ook thuis altijd? Kijken naar je onderbroek? Ik zou niet weten waarom ik naar die onderbroek wil kijken. Hier staan nog twee rabbits boven. Wat zijn jullie aan het doen? Blijkbaar is deze stad niet groot genoeg voor hen beiden. Wat zijn ze aan het doen? Ik snap hun niet. Maar goed, het zal ook wel aan mij liggen. Maar in ieder geval denk ik dat het handig is om Rabbit Peach ook in je team te houden. Omdat zij dus kan healen. En dat heb je soms echt heel hard nodig. Zoals je in de vorige battle kon zien. En oh no. Oh no. We krijgen te maken met een Bullet Bill die hier ooit vloog, maar nu gevangen is door een onderbroek. We moeten het paddenstoelenwijk herstellen. De vrijheid en waardigheid van Banzai Bill hangt ervan af. Ja, inderdaad. Kijk hem daar nou liggen met zijn onderbroek. Yes, dus dit is het nieuwe gevecht. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb me net gewoon gefaald. Dit is echt een hele moeilijke. We moeten een gebied bereiken. Die is super ver weg. Die is helemaal daar. En ja, ik weet het niet, jongens. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Allereerst gaan we proberen om deze vijand te verslaan. Ik ga hem gewoon schieten. En we gaan kijken wat er gebeurt. Hoppakee, honing. Kijk, dat is top. Dat is super. Dan kan hij in ieder geval niet bewegen. Dat betekent dat wij hem gewoon rustig kunnen tackelen met Rabbit Peach. En gewoon bekant naast hem kunnen gaan staan. Dan kunnen we gewoon het vuur openen. Hoppakee, 56 damage. Dan gaan we hem tackelen met Luigi. En Luigi gaat dan gezellig hier staan. Zo, hoppakee, 20 damage. En dan gaan we deze gewoon even kijken voor ze donder schieten. Hoppakee, 73 eraf. En deze is in ieder geval weg, dan hebben we daar geen last meer van. En dan geven we nu de beurt aan de vijanden. Ik spaar mijn helden zicht heel eventjes op. Deze komt alvast dichterbij. Zeeuw. En dan komen er alweer bijna twee nieuwe vijanden aan. Ik ga in ieder geval even tackelen met Rabbit Peach. En die gaat dan gelijk daar zo achter dat muurtje staan. Super nice.
Met Mario gaan we springen en dan gaan we achter dit muurtje hier staan. Dan gaan we op hem schieten. Zo, hoppakee. Kijk, ook weer honing. Dat is super handig. Dat zit me nu wel een beetje mee. Daar ben ik wel blij mee. Ik ga met Luigi alvast 2 keer springen. Wij springen gewoon helemaal hier naartoe. Hopelijk staan we dan ook goed beschermd tegen die andere 2 kleine rabbits die er straks aankomen. We gaan op deze vijand ook schieten. Hoppakee. Stuiter. Het is een kritiek schot. Gaat die... Oh, oh nee. Oh nee. Hij had honing. Maar... Ah! Nee. Nee. Dit is... Wow, nee. Waarom? Ik ga proberen deze vijand te raken met Rabbit Peach. Ja, ik ging er inderdaad niet vanuit dat dat ook ging lukken. Het enige wat ik kan doen is straalstaar en helderzicht allebei activeren. Zo, hoppakee. En dan hopen dat we die... Ja, dit is echt pech, jongen. Wauw, dit is echt heel erg veel pech. Dit vind ik echt wel heel erg jammer. Want we hebben nu denk ik gewoon wel een probleem. Kijk, deze gaat zijn schild aanzetten. Dat deden ze net ook toen ik faalde. En dan kunnen we wel schieten, maar dan schieten we alleen zijn schild kapot. Dus dat schiet niet op. Ja, dat dus. Oh, maar in ieder geval wel met Mario. Kijk, Mario die raakt hem dan ook gelijk. Dan heeft hij honing en hopelijk mist hij ons. Ik word hier wel een beetje moe van hoor. Dat we echt door alles geraakt worden. Echt bijna... Zelfs deze is raak. Ik word hier echt wel een beetje gestoord van nu. Een beetje geïrriteerd. Kijk hoe erg het ons tegen zit, hè. En dan is Luigi nu ook gewoon kapot. Ja, tuurlijk. Die pech hebben we dan ook. Het enige wat we met Mario kunnen doen is schieten. Ja, en dat gaat dan ook fout. We kunnen wel tackelen en dan hier naartoe met Rabbit Peach. Maar dat schiet allemaal helemaal niet op. Want ja, we hebben nu al 1 speler te weinig. Dus dit gaat hem niet meer worden. Ik zet het schild in ieder geval aan. Met Rabbit Peach. Met Mario kan ik gewoon niks meer omdat hij vast zit. En ja, we krijgen alweer te maken met nieuwe rabbits ook, jongens. Dit gaat niet meer goed komen, hoor. Dit gaat helemaal niet meer goed komen. Hij doet zijn helderzicht aan, dat is ook weer fijn. Hè? Helemaal top. Helemaal top. Waar ga jij naartoe? Jij gaat natuurlijk weer even Mario schieten. Tuurlijk. En die raakt ons nog een keer met honing. Tja, ik ga deze video maar gewoon afsluiten. Want ik kan wel weer gaan schieten. Maar weet je, dit gaan we niet meer redden. Kijk, ik heb hem geen eens down nu. Ik heb hem geen eens down. En voor de rest, ja, ik kan niks meer doen. Want als ik nu ga bewegen hier naartoe. Oh, ik dacht, worden we sowieso geraakt door helderzicht. Dat is dan niet het geval. We kunnen nog wel dit proberen. Nou, we raken hem wel. Het zit nou toch een klein beetje mee. Maar ja, kijk, Mario staat nog steeds hier. Mario staat nog steeds daar. Dit kunnen we niet meer winnen. We krijgen hier ook weer te maken met nieuwe rabbits. Kijk, die gaan hier naartoe en die kunnen ons gewoon gaan raken. Die hebben gewoon bijna vrij zicht, denk ik, strakjes. Deze rabbit, die, ik weet niet wat hij gaat doen. Die gaat op Mario schieten. Hoppakee, ja, sorry. Ja. Kijk, Mario, dit gaat helemaal niet meer goed komen. Echt niet meer. Echt niet meer. Kijk, ik word ook weer geraakt. Ik weet niet meer hoe ik dit moet oplossen, jongens. Ik weet echt niet meer hoe ik dit moet oplossen. Mario kan in ieder geval bewegen. En die kan dan gewoon daar om de hoek gaan staan. Ik weet niet of jullie het zagen, want mijn capture card die liep net een beetje vast. We hebben deze verslagen. Ja, nu hebben we een knaltreffer. Hij had nog 7 HP over. Dan heb ik toch geen knaltreffer meer nodig. Jongen, jongen. Ik ga in ieder geval op deze rabbit daar proberen te schieten. Ah, kijk. Kijk, gaat het ons dan meezitten, jongens? Gaat het ons dan meezitten? Ik geloof het bijna niet. Ik geloof het echt bijna niet, jongens, dat het ons mee gaat zitten. Dit kunnen we toch niet meer halen? Volgens mij kunnen we dit echt nooit meer halen. Laat ik gewoon mezelf even gaan healen met Rabbit Peach. Misschien, heel misschien, ik geloof er helemaal niks van, maar heel misschien gaan we dit gewoon nog halen. Ik heb er een heel hard hoofd in. Ik denk het niet, want kijk, die raken ons sowieso weer natuurlijk en dan komt deze eroverheen en die raakt ons natuurlijk ook gewoon. Hè? Hè? Oh, nou jij mist. En nog 2 vijanden daar, ja, dan moet Rabbit Peach het in haar eentje gaan opnemen daar tegen 4 vijanden. Nou, veel plezier Rabbit Peach. Ik laat haar in ieder geval daar staan, want ja, we kunnen dit natuurlijk nooit meer fixen. Hoppakee, kritieke treffer. Dit gaat wel goed. Rabbit Peach is wel lekker bezig. Rabbit Peach is volgens mij de enige die lekker bezig is. Mario had net een beetje geluk. Ik ga mijn schild aanzetten. Gewoon omdat het kan en omdat het moet, denk ik. En dan gaat Mario hier naartoe. En dan, ja, dan heb ik de tegenstander weer de beurt. Want ja, ik kan voor de rest dus niks meer. Voor de rest kan ik niks meer.
Wat gaan jullie doen? Wat gaan jullie doen, stomme rabbits? Jullie gaan gewoon daar zitten? Met heldenzicht aan? Nou, helemaal goed. Dan ga ik gewoon niet bewegen. Oké, jij gaat springen. Jij gaat daar naartoe. Oké. Jij gaat proberen te schieten. En je mist. Top. Mario kan in ieder geval nu door deze buis en daar achter schuil gaan nemen. We komen nu toch nog wel aan het eind. Ik had het niet verwacht dat we nog zo ver zouden komen eigenlijk. Laten we het dan toch nog maar even gaan proberen. Eventjes zo schieten. Ja, helaas, dat gaat hem niet meer worden. Rabbit Peach mag gewoon lekker blijven staan. Die gaat gewoon hier tegenaan schieten. Dan heeft die in ieder geval honing en damage te pakken. Geef ik de beurt weer aan de tegenstanders. Dan ben ik heel benieuwd wat jullie nu gaan doen, jongens. Jij gaat daar staan. Jij gaat jouw heldenzicht aanzetten. Oké. Jij gaat daar staan. En jij gaat blijven staan en jij gaat proberen op Mario te schieten. Oké, jullie missen allemaal. Oké, kijk, zo wil ik het graag zien. Dan, ik blijf gewoon weer even staan, want ik heb helemaal geen zin om door dat heldenzicht geraakt te worden. Mario doet één stapje, die gaat nog niet naar boven, want ik wil gewoon echt niet door heldenzicht geraakt worden. Mario schiet deze kapot. Top. Oké. Hebben we nu te maken met nog twee vijanden. Mario blijft gewoon lekker beneden, de vijanden zijn aan de beurt. En wat gaan jullie doen? Oké, dit is jammer. Jullie gaan wel tackelen. Jullie gaan nu wel tackelen. Dan komt er daar weer een nieuwe vijand. Dan zijn nu wij weer aan de beurt. Er is geen heldenzicht wat aanstaat. Ik ga deze gast tackelen. Dan ga ik weer lekker terug. Zo, tackeltje. Terug. Ik probeer het te schieten. Zullen we hem raken? Kijk, we raken die. Die is neer. Hoppakee. Top. Dan gaat Mario nu naar boven. Die kan jammer genoeg niet tackelen. En Mario gaat dan even achter Rabbit Peach staan. Want Rabbit Peach die kan gaan healen. En dat is precies de bedoeling. Dat is precies wat ik wil gaan doen. Zo. Hoppakee. Healen maar. Top. En dan krijgt nu de vijand weer de beurt. Want wij kunnen voor de rest kunnen wij niet zoveel. Er komt nog een vijand aan. Oké, deze vijanden die zijn wel irritant hoor. Dat moet ik wel toegeven. Oké, jij gaat weer tackelen. Helemaal lachen. Ga maar tackelen. Probeer te schieten en die mist. Alright. Ah nee, hij doet heldenzicht. Hij doet heldenzicht. Die andere verplaatst zich daar naartoe en die kan ons niet raken. Die heeft een schild. Oké, we moeten nu wel echt door, anders gaan we het sowieso niet meer redden. Ik zet het schild bij Rabbit Peach aan, want Rabbit Peach gaat nu geraakt worden door heldenzicht. We moeten nu echt door. Ja, die gaat nu geraakt worden. 24. Hoppakee, ja jammer dan. Hoppakee, deze raken we. Dan schiet ik die kapot met Rabbit Peach. Zo, nice. Dan gaat Mario hier achter deze steen staan. Ik wou heel graag door, maar dat lukt gewoon niet. Ik raak hem helaas niet. Dan zet ik wel heldenzicht aan, want volgens mij gaat zijn schild nu down als zij de beurt krijgen. Deze vijand leeft. Die is erbij gekomen. Deze vijand, wat ga je doen? Je gaat bewegen. Ik ga jou schieten. Honing. Top, top. Honing, jij kan niet meer bewegen. Dat is nice. Het schild van Rabbit Peach staat aan. Kijk, dit doet niet zo heel veel damage, dus dat is top. Dan staat die vijand daar. Die gaat ook op Rabbit Peach schieten. Hopelijk mist die. Kijk, dat is ook super. Die mist. En dan zijn wij weer aan de beurt. Oké, we moeten nu echt vooruit. We moeten nu echt vooruit. We gaan in ieder geval deze gast tackelen. Dan gaat Rabbit Peach alvast door deze poort. En die gaat daar naartoe. Zo. Die gaat hier achter schuilen. Dan gaan we deze gast alvast kapot schieten. Zo, die is weg. Nice. Ja, Mario moet er eigenlijk gewoon achteraan. Maar dat kan niet, omdat er geen cover meer is. Oké, jongens, we gaan op hoop van zegen. Ik ga Mario gewoon hier neerzetten. En we zien wel wat er gaat gebeuren. Dit is echt op hoop van zegen. Ik hoop dat ik door die buis heen mag strakjes. Want we gaan nu klapjes krijgen. 45. Dan gaat die daar staan. Deze gaat daar staan. Gaat hij ons raken? Ja, die gaat ons sowieso ook raken. Nog een keer 45 damage. Hij doet zijn schild aan. Wij zijn weer aan de beurt. Oh. Oh, wat een moeilijke is dit. Oké, we gaan hier doorheen. Dan gaan we springen. En dan zijn we er. We hebben het gehaald. We hebben het gehaald. Ja. We hebben het gehaald. Oh man, wat een lastige battle is dit. Ik heb het ook echt niet goed gedaan. Dit had in 7 beurten gemoeten voor een perfect. Maar we hebben het gehaald en ik ben er echt super blij mee. Oh man. We hebben een prima. Dit is echt gewoon niet goed. Maar weet je, het maakt me allemaal echt helemaal niks uit. We hebben het gehaald. We kunnen hier verder. Maar ik ga deze video nu afsluiten, want ik ben echt doodmoe van deze battle. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo Switch en Pokémon video's. En dan zie ik jullie later. Mazzel!